Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en het is heerlijk lekker fris buiten en we gaan er vandoor. Check eens hoe de auto eruit ziet. Nu zie je wel hoe koud het is. Lekker hoor. De poort gaat open en we gaan met de beauty er vandoor. Zo, je hebt alles even. Alles staat op 6 en 26 graden. Ja, want het is echt helemaal vriezen. Lekker hoor. Vriest op nooit. Oké, we gaan naar Hilversum, dames en heren. We gaan naar de 20 weken echo. Dat is een grote echo, voor de mensen die het niet weten. Dus dat is een bijzonder moment. Oh, op de heenweg gaan we even make-up doen. Ik ga rijden. Let's go, baby. Zo, dames en heren. We zijn terug van de echo. En het was weer een hele ervaring. En good morning. We hebben hier de echo's. Echt bijzonder. Wow, echt zo vet. Echt zo nice. Wij dachten dus dat we bij de 13 weken echo veel konden zien al. Maar bij deze echo kan je echt veel zien. Echt bizar. Om heel eventjes een duidelijk beeld te geven. Het voetje wat nu is opgemeten is 3 centimeter. En dat is al groter dan de baby was bij de 13 weken echo. Ja, 13 of 8 weken echo. Maar in ieder geval 8 weken misschien dan. Ja, maar dat is bizar. Dat is echt bizar. Dat is echt een groot verschil. Echt super mooi. Zo leuk. Is helemaal blij. Dus we gaan nu even lekker de ochtend verlengen. Want we hebben nog helemaal geen ontbijt gehad. We zijn in één keer meteen rechtstreeks naar de echo gegaan. Dus we gaan nu even lekker ontbijten. Zo, smikkelbeertje jij hoor. Dit is wel een ontbijtje. Lekker zeg. Het is gewoon met allemaal scrambled egg. Kijk. Oh, kijk uit. Ah, er valt zo'n bakje saus. Oh, dan heb je lekker veel saus erop. Eet smakelijk. Heel lekker. Wij hebben beide een club sandwich. Very nice. Oh my god, dit wordt zo gezellig met de dames. Ja, heb je er zin in? Ja. Heb jij er zin in? Let's go dan! Kom op, dames! Hey, jingle bell, jingle all the way! Oh, wat fijn, we zijn en we willen lopen slee! Hey, ja, let's go, dames! Hype toch? All the lights in the sky, jing, jing, jing! Dat verzin ik zelf, is helemaal geen kerstnummer! Kling, kling, kling! Kling, 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 kling! Straks, hè? Straks, als we It's a holy, jolly Christmas! Hey, ik zie oliebollen! Oliebollen, yes! Eindelijk! Dat hadden bij de vorige hadden ze dat niet. Dus kunnen we op de terugweg gaan halen, maar... Oh, what fine the whistle wine and a one nose up and sleigh. Hey, hey, jingle bells! Schatje, laat me even praten. Hey. Dat is te druk. Hé, hey, daar kan je parkeren. Oh, oké, ik ga meteen terug, man. Nee, we gaan daar parkeren. Nee, daar is dichterbij. Ik ga terug luisteren naar mijn zus zwanger. Piep, piep, piep. Ik doe gevaarlicht aan. Kijk hier, meteen naast die Audi. Ik ga denk ik sticker plakken op de auto. Pas op, zwangere vrouw aan boord. Haha, baby on board. Dat hebben ze soms wel. Haha, zeg jij ook. Haha. Maar mag nu eens even iets zeggen? Pas op in deze auto, mood swings. Haha. Die is wel leuk, hè? Ik moet wel zeggen dat jij degene bent met de meeste mood swings deze ochtend. Ik vind het vervelend dat je me daar nu weer mee confronteert. Wie begon er? Ik stapte gewoon met het verkeerde been naar het bed. Dat kan eigenlijk niet, want het is 20 weken echo, maar soms heb je dat gewoon. Ja. Maar nu... Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the time, we're so wild, we're not so bad. Hey, 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 hey. Hoe ben jij ook echt 3 kilometer per uur naar dit parkeervak? Ja. Ja, oh, veiligheid. Veiligheid. Maar luister nou wat ik ga zeggen. Wacht. Dit beeld ga je straks terugkijken. Want na een half uur dat wij in die kerstmarkt lopen, vinden wij het helemaal leuk. En ben jij er alweer klaar mee. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. En dan ga je dit straks terugkijken. Dan denk je, oh, ik had er wel echt zin in. Daar moet ik even naar terugblikken. Ik heb er nu veel zin in. Ik heb over een kwartier veel zin in. Over een half uur en over een uur. Ja? Ik heb zin. Oké, wij ook. Ja, en als ik dan nu even na ga denken, dan vind ik het heel erg vet trouwens om te zien op mijn kilometerteller dat er precies 204.200 kilometer, je ziet het hier in het dakraam staan, precies dit getal staat nu op mijn dashboard, super cool. Maar, last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. But this year, to save me from tears, I gave it to someone special. Special. Ik word vastgehouden. Kom eruit. Hij spoort niet. Hij spoort niet, wat? Kom op man, wie is zo gek als een deur net als ik en wil gewoon naar de kerstmarkt? Woo! Let's go baby. Oké, we hebben dus al gewoon een kerstboom in de studio, kerstboom in huis, maar we gaan alsnog naar de kerstmarkt. Deze werd ons aanbevolen door Maisha, waar we dus in januari mee naar Japan gaan, samen met Wouter. En toen Maisha zei van, jullie zijn... Ah!
Ik heb echt een slecht geweten gekregen wat dat betreft. Maar Maïsja die zei, wow, jullie zijn best wel ver gereden voor een kerstmarkt. Terwijl gewoon letterlijk in Leusden gewoon volgens mij de grootste kerstwinkel van Midden-Nederland of zo zit. Dus toen dachten wij ze net tijdens het ontbijtje van, hé. Maaimin die zei, kunnen we niet naar een kerstmarkt of zo in Duitsland? En toen was het in één keer van, oh ja, we hebben trouwens nog in Leusden. Dat is gewoon echt, het is 10 minuten van ons huis vandaan. Dus let's go dan, dames en heren. Let's go! Oh, wat ben jij een snoepert. Wat ben jij een snoepert. Ze zei eentje ervoor en eentje daarna. Maar krijg ik geen oliebollen. Mommy zegt, ik vind misschien oliebollen wel het goorste wat er bestaat. Echt? Ja, zeg. Nou, dan spreken we bij deze af. Als je bij ons bent, gaan we elke keer oliebollen eten. Wij hebben dat ik met oud en nieuw. Bakken vandaag zelf. Ik wil dat je er even laat uitpraten. Dat is wel een leuk idee. Oh, dan verdedig ik jou en dan ga je er toch op reageren. We gaan oliebollen bakken, we gaan oliebollen bakken. Ja, maar we moeten ook nog zwemmen, hè? Ja, maar dat doen we dan echt veel te doen. Oké, maar we gaan vandaag oliebollen bakken. Ja, want in de tussentijd heb je wel een frituurpan. Nee, maar wel zo'n grote pan waar we olie in kunnen doen. En dan kan het. Wij roken niet, hè? En we hebben knolpauwrecept, hè? Of familie knolrecept. Ja, opa knolrecept. Ja. Is dat speciaal? Ja, dat is heel speciaal. En als wij dan gaan zwemmen, dan zetten we het bij de verwarming en dan kan het zo... Ja, oké, ik heb nog wel één dingetje. Ja, ja, ja. Don die zegt dus dat oliebol het goorste is wat er is, ja? Ja. Ja. Nou, ik durf nu met zekerheid te zeggen, als jij met oud en nieuw een oliebol aanbiedt, dat hij het gaat eten. Dan gaat hij het eten. Ja, oké, dan ga ik dat doen. Gewoon een test, hè? Maar ik denk dat maar lust hij donuts? Ja. Nou, dan lust hij zeg maar, oliebollen. Hij zegt ik lust geen oliebollen, maar ik denk dat dat onzin is. En ik maar doet hij met krenten of zonder krenten? Ik wil zonder. Ja, zonder? Ja, ik vind met dus wel lekker. Ja, vind ik ook. Team met krentenbollen. Maar ik vind krentenbollen ook gewoon lekker. Kunnen we alle drie een kar meenemen? Maar alle drie? Ben je gek of zo? Alle drie, wat? Je hoofd. Hey, jij moet daar wel even onderdoor. Jij moet even je mond voelen. Stakje al, hè? Au. Schatje. Wat staat er? Vuurwerk. Nee, vuurwerk hebben we al geregeld. Dat is wel echt super nice. Ik heb al... Daar komen we terecht. Dames en heren, de kerstvibes zijn hier. It's a holly jolly Christmas. Had Don eigenlijk nog een vraag aan jou voor die vuurwerk? Ja, want, Don die... hij had alweer een krantje gehaald bij de lokale... Kijk. Wat leuk! We hebben zin in! Ja! Zo'n klein kind, hè? Als ik tv! Ja, dat ga ik zeggen tegen de kleine laten. Kijk, we zijn op tv zwaaien! Met de dames op stap. Oh, wat bot ik toch. Met deze prachtige dames op stap hier vandaag. Kijk hoe leuk. Ik heb een soort van koopvoeden altijd met kerst of zo. Die Shona die je zo mooi vond. Dit is toch top, of niet? Ik vind het ook wel mooi. Weet je nog die plant bij Shona die jij zo mooi vond? Dat is hem. Echt? Ja, die wil ik. Zo worden die bloemen dus. Ja, want we waren bij Shona en toen zagen we deze. En toen dacht ik echt, wow, die is... Fijn, die is mooi. Ja. Maar kijk hoe dit groeit. Een soort dinosaurusplant. Vet, hè? Ik vind hem echt een beetje historisch. Nog voor de middeleeuwen, zeg maar. Hoe fijn is deze te koop? Is deze te koop? Wat staat er? Dit is een Strelitzia Regina. Oh, hij kost maar €225, hè? Zo, ja, nee, moet wat over hebben voor liefde natuur. Moeder zullen natuur. We die doen dan, die grote? Oh my god, waar wil je die neerzetten? Nee, heel grappig. Ik vind het bijzonder dat die is wel mooi. Oh. Die is echt mooi. Welke? Oh, die vind ik gaaf. Wil jij die dan? Neem jij die dan? Ja, sowieso. Dit is kijk heel dan. Mooi. Ze zijn een soort van aderen. Maar we gaan eerst naar de kerstmarkt. Ik vind plantjes heel fijn. Ik vind plantjes heel fijn. Ja, ik vind het alleen zo duur altijd. Ja, is wel zo. Als ik dan denk van oké, dit ding hè, kost fucking veel geld. Deze hebben wij, een tabaksplant. Ja, ik heb die andere die niet op een stammetje zit, maar gewoon een plantje. Ja, het is gewoon een dure hobby, Joelle. Ja, dat vind ik ook. Voor hobby's moet je ook wat over hebben, hè? Ah, hangplantje. Hangplantjes? Ja, ik weet nooit waar ik ze moet hangen. Ja, dan is het probleem toch, hangplantjes. Als je niet weet waar je moet hangen, dan heb je niet gespannen. Ik mag niet nog mijn plantjes, want Dondi zei dat ons huis moet een avifauna wordt. Een avifauna? Okay. Zo'n tropische... Nou, we gaan even kijken wat we tegenkomen, dames en heren. Maar ik vind dit helemaal geweldig. Kijk, deze hebben wij thuis al. Kijk hoe mooie bladeren er zijn. Het zijn toch een soort van Jurassic Park bladeren? Kijk hoe vet, kijk hoe hoog en groot. Oh, die staat gewoon op een statief, zeg maar. Maar... wel mooi. Oké, besef, dit is nog geen eens de kerstafdeling. Dit is gewoon de plantenafdeling. Maar het is wel echt heel mooi. En gewoon vrolijk. Kijk al die kleurtjes hier. Ik hoop trouwens wel dat we Absol niet tegenkomen hier. Want goed.
moet je deze ook kijken. Meestal heb je zo'n boom die heel erg tegen elkaar aan zit met de stam, zeg maar. Maar dit, hier zit gewoon allemaal ruimte tussen. Kijk hoe vet dat eruit ziet. Echt cool, hoor. Schat, weet je wat ik echt erg vind? Nee. Ik heb dus serieus gisteren een plantveil gekocht. Echt? Omdat jij zei van ja, vanochtend had jij een beetje mood swings. Nou, gisteren had jij een beetje mood swings. Nou, niet zo kijken. Ik heb het ook toegegeven. Ja, gisteren? Weet je nog dat ik jou appte van gaat alles wel goed, schatje? Ja, klopt. Ja, ja. Toen zei je van nou, ik weet niet. Ik voel me gewoon een beetje... Toen zat ik in de auto in mijn eentje muziek te luisteren en een beetje te huilen. Dus weet je wat ik toen voor jou had gekocht bij de tuinwinkel? Nee. Een plant. Echt? Heb je dus helemaal niet gezien. Waar stond hij dan? Nou, in de woonkamer. Ik heb hem gewoon neergezet bij die andere planten. Je hebt dus niet gezien dat er een nieuwe bij kwam. Nee. Dus ik heb voor jou al een plant gekocht. Dus jij mag niet meer kopen, maar wij nog wel. Oh. Maar even serieus, schat. Ik heb echt voor jou een plant gekocht. Heb je niet gezien? Dus die moet je wel even thuis even goed bekijken, ja? Ja, ga ik doen, schat. Oké. Okay. Is het een grote of een kleine? Het is een middelmatige. Dus geen grote joekel zoals dit. Nee, okay. Maar goed, eurotje erin. Ja. Zullen we die ene plant halen meteen? Die grote? Nee, laten we dat aan het einde doen. Oké, okay. Ja, dit is jouw tactiek. Dat doen we aan het einde en dan vergeet ik dat aan het einde. En dan komen we thuis en dan hebben we hem niet. Dat doet ze om mij te naaien. Nee, wat deed jij dan laatst? Met die kerstkopjes voor chocolademelk. Heb je toen ook stiekem teruggelegd. Ja, dat is waar. Ja, maar die wilde ik echt niet hebben. Dus die legde ik toen gewoon weer terug in de schappen. Oh, wat een mooie. Nee, maar gaan we echt oliebollen bakken? Dan kan je alvast oefenen voor oud en nieuw. Ja, ik vind het goed hoor. Ben je nog niet klaar met koken sinds gisteren? Ik heb namelijk wat gekregen gisteren. Wat perfect aansluit bij dit idee. Ja? Ja, dat is echt waar. Dat heb ik ook nog niet aan jou gegeven. Maar precies maar deze aan te raken. Ja, dat vind ik fijn. En weet je hoe zacht dit is? Weet je hoe lekker dit is? Jij ook. Dit vind ik niet zo lekker. Wat vind ik dat? Oké, waar zijn we nu? Kerstmarkt, ja. Oh, waar zijn de kersten? Oh, dit ziet er wel leuk uit, hoor. Kijk, stel je doet dit, maar je doet er dan een bakje vol. Een pakje vogelpoep. Vogelvoer. Daar gaan we, dames en heren. We worden afgeleid. Wat is dit? Bonfire. Kan je zo op tafel zetten, lijkt alsof je zo'n vuurtje. Dat is wel leuk. Cool, maar niet leuk genoeg. Best leuk. Hoe leuk? Matig. Ik heb hem niet in het echt gezien, dus had ik hem hier even neer moeten zetten. Dan hadden we kunnen kijken of het mooi was. Ja, nee, ik weet niet. Is het een nep of zo? Ja. Het is een LED bonfire. Nee, we gaan verder. Daar gaan we. Kijk dan. Wauw, al die lichtjes. Zo mooi. Hoe deed je dat, Joelle? Dat deed ik ook altijd namelijk vroeger. Hoe deed je dat? 1, 2. Oei. Wat zie je? Ja, hier is hij. Oh, is hij hier? Ja. Oh, kijk. Zo ziet dat er dus uit. Nee, dit is niet mooi. Nee, ik vind het echt te nep eruit zien. Ja. Nee, ik voel hem niet. Dames en heren, het eerste item wat we hebben gekocht zijn 2 keer LED-lampjes voor de auto. Dus geen eens voor de kerstboom, maar voor de auto. En deze gaan op batterijen, omdat ze dus op de auto komen. Dus dit is perfect. Dat gaan we later vertellen hoe en wat. Eerste item. Kerstakje. Dit is wel leuk om in de kerstboom te vallen. Wat zijn dat dan? Balletjes. En dit dan? Een kerstster. Is dit niet leuk voor de boom? Wat is er? Oh, soms wil ik zo graag jouw hoofd filmen, dat mensen dat ook zien. Wat dan? Hoe jij dan kijkt daarnaar. Ja, dat kijk wel mooi. Maar dan heb je er 1, dan moet je er eigenlijk meer. Nou, dat kan toch? Ja, is wel leuk. Wil je dat? Ja. Die niet meer. Nee, nu moeten we die wel nemen, schat. Ja, hij is bestendig tegen vallen. Oké, dat is fijn. Neem je dat? Ja, 4? Ja, super. Dat is leuk. Dit is ook leuk, vind ik. Wat zijn dat? Kerstvlokjes. Ja, die kan je er ook zo in leggen of hangen misschien. Dat is ook wel leuk, ja. Zo, kijk dan. Wat een kanon van een bal, hé. €8 voor deze knoepet. Kijk dan. Kijk hoe dit eruit ziet. Op mijn hand. Ja, kijk, zo ziet het eruit. Ja, dit is toch leuk? Oh, die vlokjes, ja. Ja, dat is toch mooi? Nou, neem die ook maar mee. Kijk deze ballen, joh. Echt niet normaal, hè? Kijk wat je hier allemaal hebt, joh. Voor verlichting. Wauw. Dat is gezellig, hè? Zo, deze kerstboom vind ik ook mooi. Gewoon met alleen maar rode ballen. Deze dingen in de lucht. Zo, dat zijn gewoon kerstballen, joh. Die zijn pas groot. Leuk, hoor, dit. Hier, we kunnen ook deze op de voordeur, hè? Op de voordeur? Op de poort. Hoort dat op de voordeur? Ik kan op de studiodeur doen. Hoort dat op de voordeur? Oh, dus het is gewoon een batterijtje ook dit. Wow, als je erop klikt. Ja, maar hier zit al 1 lamp in. Dames en heren, dit is het 2e item wat we gaan kopen. De kerstbow. Hoe leuk is dat? Kijk, we nemen hem mee. Ja? Ja. Ja, als jullie allebei zeggen dat hij mooi is. En ik vind hem ook mooi. Dan nemen we hem toch mee. En kijk waar we nu zijn, dames en heren. Dit is een heel kerstdorp weer. Van alles draait weer en kleurt weer. Super schattig. Het is echt groot dit weer. Kijk, daarboven Sinterklaas, sorry. Kerstman, sorry. Ik
Kijk dan, dames en heren. Hier heb je alles. Hey, de Coca-Cola-trein. Dat is van die reclame van vroeger. Die vond ik echt zo steengoed altijd. En wat hebben we hier? Oh, ik denk dat Maya me echt vermoordt als ik hier iets van meeneem. Ik wil het zo graag. Kijk hoe leuk dit is. Allemaal lichtjes en het gaat heen en weer. De Shooting Star. Wat hebben we hier? De Fantastical Flying Reindeer. Dit vind ik leuk. De Giant Wheel. Dit is mijn favoriet, denk ik. Gewoon een reuzenrad. Ook al vind ik het zelf heel eng. Dit zijn van die stoeltjes waar je in kan zitten die heen en weer gaan. Oh, zoveel lampjes allemaal. Kijk hoeveel ook, hè. Dit is niet normaal. Als je zo'n kerstdorp wil, dan kan je me beter gaan sparen, dames en heren. Want dit kost een vermogen, hè. Dit is niet normaal. Elk huisje wat je hier ziet is gewoon 50 of 70 euro per stuk. En als je dan iets wil met lampjes en wat beweegt, dan betaal je een paar honderd euro soms. Het is echt één groot gekhuis dit. Maar wel leuk. Ik denk niet dat ik zelf ooit een kerstdorpje ga maken. Maar ik vind het dan wel leuk zo om te zien in de winkel. Maar ja, omdat ik dus geen kerstdorpje ga maken, kan ik wel dit gewoon loskopen, toch? Ik bedoel, deze, die draaimolen, kost 200 euro. Dus ja, als ik dan tegen Marion zeg van schat, ik heb alleen deze. Niet het dorpje, maar alleen deze. Dat kan dan. Toch wel. Zullen we het gewoon doen? Zullen we het gewoon doen? Zullen we het gewoon doen? Kijk, ik heb hem al in mijn handen. Dat is mooi. Oh, ik heb geld bespaard. Dames en heren, dit is fantastisch. Hij is helemaal geen 200 euro. Kijk dan. Hij is goedkoper. Kijk, dit is nummertje 200. Maar hij is 137,50 euro. Kijk, dit zijn blijkbaar alle nummers. Het telt op. 196. Oh, 198. 199. En dit is nummertje 200, maar het is 137,50 euro. En het is 25% korting op alle kersthuisjes, figuren en accessoires. Nou, 6 tot en met 10 december. Ja hoor, ik heb hem te pakken. De korting, kijk. 6 tot en met 10 december. En ik heb geld bespaard, nu al. Ik dacht dat het 200 euro was. Dus ik zei, ik ga nooit van mijn leven een kerstdorpje maken. Dus als ik met deze aankom bij Maya en ik zeg ik heb 200 euro uitgegeven, is niet erg. Want ik maak geen kerstdorp, maar alleen een reuzenrad. Maar wat gebeurt er nou? Ja. Dit is dus nummer 200, maar het is 137,50. Dus ik heb al 62,50 euro bespaard. Dit is girl-math, hè? Ja. Dus voor 62,50 euro heb ik dus al minder betaald voor dit. Plus er gaat nog van 137,50 euro 25% korting af. Nou. Dus ik neem hem mee. Leuk, voor in de studio. Nee, voor in de woonkamer. Oké, leuk. Ja, toch? Dat is goed. Dus we nemen deze mee. Wij hadden drie loodjes hier gelopen. Serieus, hebben jullie het allemaal al gezien? Maar wij kunnen en wij doen een vrouwenscan, hè? Zo. Ja, ik moet echt even blijven staan. Ja, maar jij zei net al van, dit is het enige wat ik koop qua kerstdorp. Dus dan hoef je ook niet verder te kijken. Dat is jouw theorie, maar in mijn hoofd gaat het anders. Je denkt dat het misschien nog een mooie reuzenrad is. Nou, misschien. Dat weet je dus niet. Als je niet hebt gekeken. Hebben jullie gezien dat hier een vliegtuig is? Met een kerstman erin? Oh, nee. Nee. Zie je? Zo ver kijken jullie dus niet. Wij hadden die luchtballon gekeken. Ja, maar niet dus naar het vliegtuig. Die zagen jullie niet. Deze vond ik wel vet. Hé, hollebolle Gijs. Die kunnen we ook in de boom hangen. Wow, dit is vet. Kijk dan, een helikopter. Dikke trekker. Dikke trekker, bion. Dit is wel leuk, hoor. Dit is wel schattig. Kijk dan, een telefooncel met kerstman erin. Deze lichtjes, die gaan wel aardig hard. Hier space ik hem wel een beetje op, moet ik zeggen. Nou, kom maar hier met de car. Daar gaat hij. Hartstikke idee. Boom. Dit bedoel ik dus. Kom eens even hier, dames. Dit had ik dus niet gezien als ik jullie achterna was gegaan. Kijk. Je hebt hier dus nog meer reuzenradjes. Dit is met die raketjes. Ja. Daar hebben we ooit ingezeten volgens mij met die raketjes. Klopt. Maar die andere vond ik wel mooi, hoor. Ja? Ja. Ik vind dit dus ook heel leuk. Ja, zo'n kleintje. Draaimolen, ja. Dat is ook wel leuk. Oké, dat is ook vet. Oh, die is geniaal. Dat gaat zo omhoog en naar beneden. Hoe heet dat? Jumping up and down attraction. Oh. Ja, deze is dat. Die is ook wel leuk. Nee, maar oh, het slagschip. Dat is het kofschip. Nee, zullen we gewoon verder gaan? Ja. Oké, dat vindt hij fijn, hoor. Ja. Oh, we hebben een dikke trein hier. De Christmas Express. Mooi, hoor. Kijk, zie je? Marion begint de vibe ook te voelen. Hey! Wat de heck? Wow, geniaal. Dit is zo cool. Zou je dit in je huis staan? Ja, dit moeten we doen in de woonkamer. Geniaal, dit. Dit vind ik echt een goede aankoop. Dit moeten we nog onder de boom hebben namelijk. Ja, we hebben nu gewoon zo'n vlieskleedje eronder gelegd. Ja, dit is veel beter. Ja. Holland Hessen. Doet u mee, mevrouw? Komt u maar achter me aan, hoor. Komt er achter me aan, mevrouw. Oh, helaas. We hadden bijna te pakken. Zo, dit vind ik ook mooi, hoor. Oké, dan. Dat is wel kunst, toch, dit? Als je dit kan maken. Yeah, let's go, baby.
Nog een nieuwe afdeling van de kerst. Dit vind ik wel heel mooi. Van die kaarsen die op batterijen gaan. Ja, dat vind ik ook leuk. Ik was bij Don's moeder en die had allemaal van die kaarsen. Ja. Ik ging ze maar trots vertellen. Ja, dat is super leuk. Ze vond het echt, ik heb het ook nog ongeveer 6 keer van Don gehoord hoe leuk ze dat vonden. Ja, hey, shout-out naar de moeder van Don. Ze is al 60. Ja, leuk. Leuk. Hey, shout-out naar alle 60-jarige fans. Oh, super schattig. Cool. Ja, dat beweegt heen en weer. Dat had de moeder van Don dus. Dat dacht ik van, dat wil ik ook hebben. Dat is echt nice. Oh. We zagen het tegelijk, hè. De Joelle zat helemaal zo tegen dat dingetje. Wat staat er? Zo friemelen zo. Goed. Waarom zie je die bordjes ook altijd pas nadat je het hebt aangeraakt? Ik zei net over die, bij die telefoonhuisjes. Pak het op. Dat is zo typisch, hè. Maar dat doe je dan niet expres, weet je wel. Nee, deze vind ik wel echt mooi. Ik heb hem aangeraakt, maar dat maakt niet uit. Je moet toch even kijken. Je kan alleen dat ding. Ik doe er niks mee. Gewoon niet aandacht. Nee. Schatje, zet hem terug en koop hem. Dat moet nu. Ik had hem. Oké, je hebt 3 stuks. Dat is mooi. Blij? Ik heb het van Siona geleerd. Hè? Als je iets neerzet, dat het altijd met 3 of met 5 moet. Nooit 2 of 4. Dus met vazen of zo, of dingen wat je neerzet, of kaarsen, moet het 3 of 5 zijn. Oké. Geleerd van Siona. 1 ook niet. Nee, niet. Hey, maatjes. Dames en heren, we gaan een kerstfoto maken. Hoe leuk is dat? Kijk, dit is perfect. Kijk hoe die is geworden. Ik weet niet of ik het heb volgehouden, inderdaad. Hij is wel leuk. Ik vind hem leuk. Elke keer als ik denk, het houdt op, dan houdt het niet op. Kijk dan. Wat een leuke vibes. Check deze L. Oh, deze is wel zacht. Ja, deze ballen vind ik ook wel mooi, ja. Maar het is niet jullie kleur. Cute. Wat? Kijk dit dan. Dit heb ik nog nooit gezien. Ik ben benieuwd of Mayon en Joelle dit wel eens gezien hebben. Kijk, hier lopen ze dan voorbij, hè. Omdat ze gewoon veel te snel gaan. Kijk, hebben jullie dit ooit gezien? Ja, ik zag hem al, ja. Oh, leuk. Die is leuk. Het is geniaal, ja. Toch? Het is gewoon een piek met de kerstman. Zullen we deze doen? Ja? Dan gaan we gewoon van piek veranderen. Dat mag wel, toch? Heb je nog geen piek in de studio? Je kan die toch ook in de studio doen? Ja, dat kan ook. Ja, ik vind het echt leuk. Ik ga deze meenemen. Geniaal. Joelle, ik heb echt iets geniaals. Oké, doe je ogen dicht. Steek je vinger vooruit. Nee, ik ga niet in die pindakaas. Nee, er is geen pindakaas. Ik heb iets anders gevonden. Dit is echt geniaal. Je handen worden niet vies. Nee, je handen worden niet vies. Je moet alleen voelen wat voor materiaal het is. Ja? Ah, lekker pindakaasje. Ga je het opeten? Nee. Voelt het niet lekker? Nee, wil je even proberen? Oh, je bent... Ja, nu moet ik hem wel kopen ook. Kijk dan, hoe dikke vinger hebben we nu een gast van mij. Het is wel lekker hoor. Hey, wacht, ik moet de deksel nog halen, schat. Oh, tadaan. Maar dit is wel... Ja, alsjeblieft. Kijk, hier heb ik de deksel en hier heb ik deze. Deze haal ik er dan ook bij. Want deze kan ik dan op het huisje hangen bij de John Deere. Dat is wel echt geniaal. Dit is echt leuk. Dat gaan we ook vandaag fixen. Kijk dan wat dit is. Ja, is wel cool, hè? Dit lijkt me zo vet om te maken. Maar kijk ook hoe dit draait. Schuif je die shit in elkaar of moet je dit lijmen? Nee, je schuift het in elkaar. Oh, Marvin zegt lijmen, ik zeg schuiven. Volgens mij kan je dit allemaal aan elkaar schuiven, hoor. En dit is wel next level, hoor, zo'n trein, volgens mij. Wel zo satisfying eruit klikken ook, hè? Want maar kijk hoe dit eruit ziet dan. Dat is toch niet normaal? Dit zijn gewoon kunstwerken, joh. Hé, hey, een draaimolen weer. Ja, ik zou dan wel klein beginnen, gewoon simpel. Dit is wel echt, dit ziet er allemaal zo moeilijk uit. Hier, deze moeten we voor moeder kopen. Van je moeder? Ja, zo'n accordeon. Ja. Geniaal. Maar vindt ze dat priegel ook fijn? Denk het wel. Ze vindt schilder ook leuk. Dat is wel waar, ja. 8 plus staat erop. Dat is heel leuk. Wow, 8 plus? Oh, dat valt mee, ja. Ja, de Eiffeltoren. Ik vind het wel echt vet, hoor. Ja, het is wel heel cool. Ja, voor Don, voor de Game Boy. Die houdt alleen niet van priegelen. Oké, dat is het denk ik, dames en heren. De kerstafdeling zit erop. Eerlijke mening, ik vind die in duiven vind ik echt wel een aantal keren beter en mooier. Maar ja, omdat deze 10 minuten van ons huis is, was het wel echt gewoon heel simpel om erheen te gaan. En we hebben alsnog wel bijna een karretje vol. Dus het is zeker weten geslaagd en ik heb het echt heel erg leuk gehad. Maar die in duiven was echt wel groter en veel meer experience, zeg maar. Dus dat is even een tip van mij. Dit is Mayon haar nieuwe verslaving met zwangerschap. Ja, kasses. Kan je deze meenemen? Dit is wel heel toevallig dat ze dit hier hebben. Ja, Gooi, kom maar, ik doe het wel hier beneden. Zo, kijk. Voor Myron. Dit is wel een beetje spannend, want we hebben de hele car al betaald. Maar die gaan we daar even parkeren. En dan gaan we nog een keer omhoog, want we gaan die plant halen. Ja. Die wil jij graag, hè? Ja, voor de rest zijn we echt geslaagd, hè, schatje. Waar gaan we die neerzetten? Waar gaan we die neerzetten? Ja. Dit is heel schattig, hoor.
Ja, maar ik hou ook echt van haar. Ik hou ook echt van jou. Wow, hoeveel euro krijg ik als ik daar opspring met mijn reet? Vanaf hier. Een euro. Nee, ik ga niet voor een euro met mijn reet op een kaktus springen. Ja, oh, die is wel echt leuk. Ja, die is schattig. Zo in de kerstmarkt. Wow, weer een schattige foto erbij. Yes. Wat een hoendaad. Ik denk deze. Die vind ik mooi. Ja? Ja. Want kijk, deze heeft al meerdere die aan het poppen zijn. Kijk, deze. Deze. Zie je? Deze is 250. 225. Oké, dan doen we sowieso deze. Alleen dan moeten we ook meteen een pot bij. Ja, dat klopt. Deze kan ook. Ik ben hoe duur die is. Die is heel breed ook, hoor. Oh, kaartjes zitten niet. Oh, jawel, hier. Kijk. 225 ook. Die is wel heel breed. Ja, ik vind die andere fijner. Die is wat meer recht. We hebben wel bij Shona gezien hoe het moet, hè. Want je kan hem zo inbinden. Ja, maar ik vind die andere het mooist. Dan doen we die. Jij wou hem graag hebben. Mevrouw, mag ik wat vragen? Goedemiddag. Oh, goedemiddag. Herkent u me nog van net dat ik in paniek was, dat ik een car zocht en dat nee, ik hem... Nee, sorry, maar zegt ja. Ja, daar ben ik. Even kijken, we willen graag deze, nou niet deze, maar die plant daar. Maar heeft u er ook een mooie pot voor omheen? Want dit vind ik geen gezicht. Wat ik mooi vind is aan u. Maar heeft u voor maar mij... verderop staan ook grote potten, er staan overal ook grote banden. Op de buitenafdeling heb je ook nog potten die je er eventueel voor kan gebruiken. Oké. Dus en we hebben natuurlijk ook daaronder, heb je ook grote kunststofpotten, dus dat is uw feestje. Oké, dat is ons feestje. Wij moeten wel inpassen, dus niet te klein, want ik zou hem niet verpotten. Nee, precies. Oké, snap. Ik. Nou goed, gaan maar, we dat doen. Welke wilt u? Want ik pak een andere kar als een winkelwagentje. Ah ja, dan graag. Ja, deze willen we graag. Even kijken. Die hier omhoog staat. Ja, deze die hier staat. Oh ja, alleen fijn. Zonder verdiepingen. Ja, ja, deze zouden we echt fijn vinden. Ja. Een normaal voer. Wat staat er? Vochtig. Oh, normaal vochtig. Kamertemperatuur veel licht, eventueel zonnig, eenmaal per 3 weken tijdens bloei. Bemesten. Ja. Oké, okay. Is dit de bloei nu? Ja, dit is de bloei. Oké. Okay. Hij wil dus voor het raam, dus niet midden in de kamer. Dat is te donker. Oké, okay. Ja, ga je doen. Ja. Nou, okay, komt in orde. Ik haal even een kaart. Ja, super lief. Kunnen we hem erop zetten. Nou, dank u wel. Winkelwagentje gaat niet werken. Gaan we dat regelen. Boom. Gelukt. Waar gaan we neerzetten? Kiezen daar. Ja, dat vroeg ik ook al net zo. Wat zei je? We gaan neerzetten. Ja, voor het raam dus. Dat zegt ze net. Waar? Nee, weet ik niet. Ik heb geen idee, maar dat zien we alweer als we thuis zijn. Zullen we alle drie wijzen naar degene die we mooi vinden? 3, 2, 1. Ja, dat wordt hem. Oké, okay, deze. Ja, ik ben benieuwd of die daar... Wow, is die zo duur? Hij is duurder dan de plant dan. Hij is €319 staat erin. Het is een buitenbak ook. Oh, dat is een buiten. Frost resistant. Oh, dat is dan niet handig, denk nee, ik. Nee, denk het ook niet. Ik vind hem wel mooi, maar hij is dan duurder dan de plant inderdaad. Oh, yo. Ja, potten zijn duur, jij. Je hebt niet alleen de plant nodig, ook een pot. We kunnen kunststof doen ook inderdaad. Ja, want hij is voor binnen. Ja, dit is allemaal veel goedkoper, dit. Ja, dit is beter, kunststof. Kijk, dan heb je het over ja, €120, zoiets. Ja, heel mooi. Maar nu moet hij er nog weer uit om het te scannen. Ik zou het nog wel in laten staan hoor. Boom, easy. Hoppa, nice. Kunnen we nu echt gaan? Yes. Hé joh, maak niet zoveel lawaai. Het is gelukt, dames en heren. We hebben alles in de auto. De plant die past er nog maar net. Joelle past er ook nog maar net. Hier ook. Ja, je ziet haar niet, maar ze zit er wel. Ze zit ook helemaal naar voren hier zo. Maar het is gelukt, dames en heren. We hebben alles weer in de auto. Ik vond het gezellig. We gaan nu geen oliebollen halen hier, want we gaan ze toch echt zelf maken. Ja, dus we moeten even langs de supermarkt om die mix te halen. Dat is wel echt superleuk. Daar heb ik zin in. Ik heb heel veel zin om jou te geven wat ik gisteren heb gekregen. Ja, en ik ben benieuwd naar die plant die je hebt gehaald. Leuke dingen staan thuis op ons te wachten. Ja. Hoppa! Ja, ja! 2 porties kibbeling. Ik dacht dat die ging vallen. Hoppa! Zo lekker. Het ruikt ook echt lekker bij de kibbelingkraam. Ja, zo sneu. Maar je mag niet hebben. Nee, maar maakt niet uit. Ik ga met jullie meegenieten qua geur. Ja, ravigottensaus met kibbeling. Dat is een beetje de combinatie. Een lekker kruisenbroodje en een croissantje gehaald. Dat is ook lekker, hè? Dat is ook heel erg lekker. En ik dacht, misschien hebben we nog wel iets van een soepie of zo. Ik heb ook wel zin in iets warms. Is alles gelukt met de oliebollen voorbereiding? Ja, ik moet je wel vertellen. Nou? Ze hadden dus nog gewoon geen oliebollen mix, hè? Echt niet? Nee. En nu dan? En nu gaan we de mix zelf maken. Serieus? Ja. Oh, dat is ook wel leuk. Natuurlijk ook gewoon. Alleen het was makkelijker geweest als alles al door elkaar zat. Ja, snap ik. Maar alsnog is het echt super makkelijk. Dus ik denk dat we het echt binnen 5 minuten klaar hebben.
Oh, dat is perfect. En dan moet het rijzen. Ja, dat rijzen duurt altijd het langst, hè. Dan moet bij de verwarming met iets eroverheen, hè. Ja, theedoek of zo. Gelukkig hebben wij vloerverwarming. Dat gaan we tot de grond zetten. Ja, dat kan gewoon op de grond. Ja, dat is wel slim eigenlijk. En dan met vochtige theedoek inderdaad eroverheen. En als je het dan een uurtje of zo laat staan en het is helemaal zo omhoog gekomen. Ja. Dat is echt nice. Oké, perfect. Gaan we dat doen? Oké, dames en heren, we zijn thuis. En we gaan dus als eerste eventjes dit opeten. Maar heb je ondertussen de plant gespot? Ik ga nu kijken. Ik heb expres net niet gekeken. Ik heb hem al gespot. Oh, daar bovenop. Van joh. Hey. Ik dacht al, hè? Oh, wat lief. Nice, toch? Ik heb ook een potje gekocht. Op de box gezet. Ja. Het is gewoon een mooi plantje, hoor. Ja. Kijk, en er gewoon een pot er al omheen. Ja, die is mooi. Ik denk echt wel dat die ook groot kan worden. Ja, zou ik je wat vertellen. Het is hetzelfde als die daar is. Maar die is gaan hangen omdat die niet, zeg maar, vastgepind is. Maar die is echt dood gegaan. Ja, klopt. Maar die heb ik gewoon eerlijk gezegd te weinig water gegeven. Omdat die daar helemaal bovenop staat. Dus ik ben heel blij met een helemaal gezonde weer. Nou, mooi. Dit is een hele verse nieuwe. Ja, want deze die hangt helemaal zo, maar die is inderdaad wel een beetje dood gegaan. Komt helemaal van daarboven, kijk maar. En dan heb ik iets voor het oliebollen. Ja, dit is echt geniaal, hoor. Dit heb jij gekregen van de vrouw van de oliebollenkraam. Oh, echt? Oh, joh, die hebben we nodig. Ja. De beste scoop is dit. Oh. Ja. Dat is bizar, hè? Het is groter dan een ijsbolletje. Klopt. Ja. Ja, ze gebruikt deze altijd voor oliebollen. En dit is een van haar eigen lepels. Die wilde ze heel graag aan jou geven. Echt? Ja. Wat lief. Ja. Oh, dat vind ik echt nice. Ze kunnen echt de perfecte oliebollen bakken. Ja, die wilde ik eigenlijk gisteren al geven, maar ik was het helemaal vergeten. En in één keer wilden jullie zelf oliebollen maken. Nou, perfect. Wow, zo leuk. En in dat andere zakje zitten nog twee oliebollen zonder krenten. Maar dat is ook vergeten gisteren jou te vertellen. Ja, maar nu gaan we lekker zelf oliebollen maken. Nu gaan we zelf maken. Nou, eerst even kibbeling. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ruppig op de saus. Oliebollenbakkers. Oliebollenbakkers. Heb je al een naam bedacht? Voor onze oliebollenkraam? Ja, olieknollen. Oliebollenbakkers! 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 Yes! 3 liter zonnebloemolie. Zo. Zo. En dit had ik gisteren nodig tijdens het koken. Lichte wasstassen. Lichte wasstassen. Nu, dan weet je dat het in huis is. Juist. En we hebben hier een eitje. Oeh. Jij maar. Waarom vang je hem dan niet? Schatje. Ja, waarom doe je dit niet dan? Daarom vind ik koken met jou dus ook echt niet leuk. Nee, maar jij keek er ook gewoon naar. Ga maar schoon. Ik was echt aan het proces van. Ja, ik zag echt zo'n loading screen, zag ik zo op jouw voorhoofd. Weet je wat het allerergste is? Dit was de laatste ei. Echt niet. Ja, jij ligt dus niet. We moeten nu naar de school. Nee, dat is niet waar. Jij wil mij nu een vervelend gevoel geven. Opruimen, ja. Eerst opruimen. Doe de koelkast maar open. Ik heb nog een ei. En dan ook mij de schuld geven wat ik niet vang. Wat erg. Ja, maar ik deed eerst nog een vang maar. Toen zat je zo en toen daarna vang maar. Het kan maar. Zie je hoe traag dat is? Wow, yo. Hé, hey, waarom worden de vingers naar mij gewijd? Die zijn tegen jou. Zijn je tegen mij? Ja. En jij vinger? Zijn vinger heel snel. Doe zo. Doe eens dit. Check of niet. Of je niet echt Spider-Man bent. Nee. Oké, okay, komt goed. Die tweede was wel echt heel snel. Okay, zullen we nu afspreken dat we niet meer met eieren gaan koken? Hey, maar wel echt leuk, want gisteren zei je nog, ik ga vaker in de keuken helpen. Dit is dan wel met bakken en niet met koken, maar nou, het gaat wel onwijs goed. Toch sta je. Toch ben ik er, dames en heren. Jij mag wel het recept voorlezen. Roer de droge gist en de suiker door de melk en laat even bellen. Deze 3 door elkaar. Ja, maar we moeten de melk wel lauw warm maken. Dus lauwe, halfvolle melk. 500 milliliter. En deze bak? Ja. Je hebt het, hoeveel suiker? Ja, dat heb ik onderweg. 4 eetlepels. Oh, lekker zeg. Ik dacht misschien kunnen we ook nog een zakje vanillesuiker als eigen toevoeging doen. Recept volgens opa. Nee, ik heb gisteren gezegd, gebruik je fantasie. Dit is een leuk recept voor het verhaal, dit is niet opa. Oh, is dat niet opa's recept? Dit is opa. Opa, biertje, toch jannetje. Ja, bier, dat hoort erbij voor opa. 500 milliliter melk. En hoeveel suiker scheppen 5? 4 eetlepels. Bam! Zeef de bloem in een beslagkom en voeg een snufje zout toe. Want dit moet apart van de mengseltjes. Dit is een zeef. Dit is ook een zeef. En dat zeef erop? Nou, ik zou wel een beslagkom willen. Wat zeef wat? De bloem. Zeef de bloem. Hé, mooie boodschap. Zeef de bloem. 500 gram. Ik weet niet hoeveel erin zit.
Hey, wat is dit voor ding? Dit klopt niet helemaal. Wat is dit buitenlands? Oh, hij staat op LB unit. Oh ja, gram. Het is al te veel. Klein lepeltje eruit. Nee, schatje. Doe maar weggooien. Ah, oh, 499. Dat kan ik niet tekenen. Ja, 500. Oké, okay, top. 500! 500 miljoen miljard! Dan moet hier de warme melk in. Oké, okay, we hebben hier warme melk aan het sneren. Kijk, kom maar. Dit maar is zelf geproduceerd. Proef eens even of het warm is. Ja. Niet heet? Nee, warm. Oh. En dan mag de gist er doorheen. Komt ie? Dit is een mixer, maar wel een handmatige mixer. En laat even bellen. 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 Giet langzaam de melk met gist erbij, hierbij. En klop met de mixer met deeghaken tot een plakkerig beslag. Je hebt wel een makkelijke job, hè? Beetje oplezen. Weet je nog wat deeghaken zijn? Ja. Welke dan? Pak maar. Je bent hier de leerling, hè? Leerling in de keuken. Zal ik het even laten bellen? Ja. Pak maar eventjes de deeghaken. Wel hoe deeg? Dat zijn geen deeg, hè? Ik ben nog helemaal niet klaar. Dat zijn deze namelijk. Ik ben trots op jou. Wat lullig, man. Ik had nog maar net iets in mijn handen. Dat zijn geen deeghaken. Nee, dit zijn deeghaken, mensen. Nou. Oh. Best wel. Komt er een grapje op, hè? Hé, maar ik mag helemaal geen alcohol. Stomme doos. Dan pak je er toch uit? Ja, dat was een grapje. Stomme doos. Ik dacht, dan zitten we te maken, dan kan je hem niet eten. Nee, maar door de hitte gaat het verdampen in de oven. Zo, dames en heren, ik heb zo gelopen mixen. Ah, mooi hoor. Mooi beslag. Het ruikt ook echt naar oliebollenbeslag, dus dat is fijn. Dus deze doen we overheen? Ja. Is die goed vochtig? Ja. Ja, keurig. Kan je er overheen. Dames en heren, daar gaan we. Ja, dan een beetje eronder stoppen. Zo. Dat er geen lucht bij warm staat. Oh, mooi. Het is hier op zich best warm. We kunnen het ook op de vloer zetten, want we hebben vloerverwarming. Ja, we gaan het op de vloer zetten. Dan doe ik die ook even helemaal iets hoger, dan gaat die lekker groeien. Ja, lekker groeien met die vloer. Ik ben echt benieuwd. Als het in één keer helemaal goed gaat, jongens, nou, dan hebben we een goede voorbereiding voor oud en nieuw. Gaan jullie dan ook zelf oliebollen bakken? Ja, met opa. Komt hierheen. Ja, die komt hierheen. Dat wordt wel echt leuk. Ja! Oeh! Let's go, baby. Dames en heren, daar staat het. Nu moet het gaan rijzen. Waar naartoe? Dat is een goede vraag. Naar de bovenkant van de theedoek. Oké, wat gaat er nu gebeuren? Jullie gaan met z'n tweeën lekker zwemmen. Ja. En ik ga met de auto eventjes weg wat andere dingetjes doen. Want ik vertel het zo wel. Ik ga jullie meenemen. Let's go. Oké, dames en heren. Dit gaat echt heel erg bijzonder worden. Of het wordt niet heel erg bijzonder. Dat is eigenlijk een beetje in alle eerlijkheid hoe ik er naartoe kijk. Ik ga ervan uit dat het mislukt is. Maar let op wat ik heb. Hierin zit een hele oude camera. Maar echt een hele oude camera. En die is blijkbaar van mij, van vroeger. En hier zat nog een fotorolletje in. Nou, dat fotorolletje dat heeft Myron voor mij ingeleverd bij een winkel. En die foto's zijn ontwikkeld. Maar ik denk eerlijk gezegd dat die foto's gewoon ja, allemaal of mislukt zijn of zwart. Of dat je er niks duidelijks op gaat zien. Maar omdat het mijn eigen fotocamera is van echt dus heel lang geleden. Zou het wel zo kunnen zijn dat ik misschien wel wat foto's heb gemaakt die goed zijn. En die dus altijd bewaren zijn gebleven op dat fotorolletje. Als dit daadwerkelijk zo is dat deze foto's gewoon nog goed zijn. Dan zou dat dus betekenen dat deze foto's die ik heb gemaakt op dit cameraatje gewoon van, wat zal zijn, meer dan 20 jaar geleden zijn. Dat sowieso. Ik zie dat hier ook een nieuw rolletje bij zit. Ik denk dat Marion die voor mij heeft gekocht. Maar dat is wel echt leuk. Ik denk dat Marion een nieuw rolletje voor mij heeft gekocht. En dit rolletje kan ik dan weer in de camera doen. En dan kan ik hem wel gewoon nog steeds gebruiken. Het is wel grappig eigenlijk met die camera's dat dat weer een beetje terug is gekomen. Vroeger was dit gewoon de enige manier, zeg maar, om je foto's te laten ontwikkelen. Wat je normaal gesproken doet, is dan ga je draaien hieraan. En als je dan niet meer verder kan draaien, dan kijk je hier door dit gaatje heen. En dan heb je hier een knopje en dan doe je klik. En dan heeft hij dus één foto gemaakt. En dan kan je op dat rolletje kan je iets van 20 foto's maken. En dan op een gegeven
gegeven moment staat hierboven heel erg in het klein, staat dan dat die vol is. Ja, en wat je dan doet, dan heb je deze nodig, dit draaidingetje. Dan draai je alle foto's weer terug in het rolletje. En als je hem dan helemaal hebt teruggedraaid, zit hij dus veilig in het rolletje. Dan pas kan je deze openmaken. En dan zit hij dus in het donker helemaal teruggedraaid. Want als zo'n fotorolletje zeg maar aan het licht komt, dan verdwijnen die foto's. En dan kan je hem eruit halen. Dan kan je hem dus in zo'n doosje doen die ik net liet zien. En dan breng je hem naar de fotowinkel en dan leef je hem in. Gaan ze hem ontwikkelen voor je. En dan een paar dagen later of een week later kan je ze of digitaal krijgen of op fotopapier. Ja, dat is hoe het zit. Dat is hoe het vroeger eigenlijk altijd ging. Nu heb je ook wel meerdere manieren, moet ik zeggen. Met dat ze van die oude fotopapieren in water doen en dat soort dingen. Maar dit was wel echt heel populair altijd. Maar je ziet ook gewoon aan de kleurencombinatie van dit tasje dat het gewoon echt heel oud is. En dat vind ik zo mooi. Hoe mooi zou het zijn als ik met deze fotocamera foto's kan maken van de kleine. Van de baby. En dat dat dan gewoon in de familie blijft. Wauw, daar zat ik opeens aan te denken. Hoe mooi is dat? Maar als eerste, voordat we naar de fotowinkel gaan, ik heb de hele kofferbak vol zitten met karton. Ik was namelijk vergeten de container met karton buiten te zetten. Dus daar kan niks meer bij. Dus gaan we even naar de vuilstort. Daar gaan we, dames en heren. Boom. Helemaal vol met karton. Hoppa. Zo, dames en heren. Ik ben weer terug. Ik heb het opgehaald. En ik heb nieuws. Ik heb hier het fotorolletje. En toen ik binnenkwam en vroeg om het rolletje, toen pakte ze hem zo eruit. Deed ze hem helemaal zo lang. En toen zei ze van, zie je hier? Zie je hier ergens die stipjes? Ja, dat is het enige wat we eruit konden halen. Maar ja, dat is niet echt een foto. Dus ja, helaas. Het is niet gelukt. Helaas. Het is dus niet gelukt. Toen zei ze, je wilt het rolletje vast niet meer, want daar heb je niks aan. Ik zei, die neem ik wel even mee. Dan kan ik het aan jullie laten zien dat er dus inderdaad niks op staat. Helaas. Maar dat had ik ook al verwacht, hè. Dus ik had er sowieso geen hoop op gevestigd, als het ware. Maar toch was het leuk geweest. Maar jammer. Maar ik heb dus een nieuw rolletje. Die had Marjan dus al voor me gehaald. En die ga ik erin doen. En dan ga ik de komende tijd hier wat foto's mee maken. Kan in totaal 24 als het goed is. En dan ga ik ze later wel aan jullie zijn als ze ontwikkeld zijn. Want ik ben heel erg benieuwd wat voor foto's deze camera nog maakt. Hoe dat eruit ziet. Dus, wordt vervolgd. Maar niet met de foto's van vroeger, helaas. Oli, bolle. Winkel. Oli, bolle. Bakken. Oli, bolle. Bakken. Ik heb nog niet gekeken, aan jou de eer. Nah, of het goed is gegaan. Ik heb echt nog niet gekeken. Heb je ook nog niet gekeken? Nee, we hebben hem van de vloer afgetild. Zo, je ruikt het wel hoor, lekker. Oké, daar gaat hij. Twee. Wow, kijk dan. Ja, perfect. Is dat perfect? Ja, perfect. Dat is perfect. Ja. Wow. Prachtige oliebollen. Zo willen we ze hebben. Het is gaan reizen. Kom. Ja, dit is echt zo lekker. Oké, eerst. Ja, klopt ja. Een stukje brood gooi je er dan in. Ja. Ze gaan helemaal gaan knisperen. Oh, nou. Perfect! Doe maar eruit dan. Oei, nice. Zo. Vond hij heel waterig of zo? Het ziet eruit als een appelflap. Het wordt een hele rechte oliebol. Ja, het is wel een beetje waterig, ja. Misschien te veel bier. Nee, maar de verhouding hier. Oh, dat is het lekkerste, hè? Zo'n stukje. Maar het gaat wel een beetje te hard, moet ik zeggen. Want deze. Zo! Ja, het gaat snel. Heel hard. Het moet wel lager. Ja, dit zijn weer appelbeignets. Ja. Maar dat doet niks af van de smaak, hè? Nee, dat is wel waar. Het moeten wel meer rondjes worden. Deze is wel klaar. Die is niet goed. Zal ik er eentje doen? Ja, wat zeg jij? Ja, deze ook wel niet. Wat doe je ding? Ik kan toch niet zo snel klaar zijn? Heel spannend op de. Kijk. Ja, ze worden niet bol. Nee, hoe kan het dat ze niet bol worden? Waarschijnlijk omdat het te waterig is. Ja, dat denk ik ook. Ja, daar kunnen we nu al niks meer aan doen. Maar ik heb de vuur iets zachter gezet. Ja, ik denk dat dat dus werkt. Dat het nu een beetje zo moet. Oké, ik heb heel erg geroerd. Ja, het is wel een beetje te dun. Ja, dat is ze! Ja, bij, dat is onze baby. Ja, ik wou net zeggen, dit lijkt op een baby. Nee, maar dat was hem wel, hè? Ja, hij moet eerst zo zinken eigenlijk. Juist. Het was goed dat je het geroerd hebt dus. Ja, goed hè? Ja, deze drie. Nee, past voor mij voor. Die moeten wel omgedraaid hoor. Oké, nog eentje erbij? Ja, beter. Nu gaat het beter. Hé, ruimte maken.
Ja. Dat is zo. Helemaal... Oh. Nee, maar ja. Dat is goed hoor. Dat is goed hoor. Het is helemaal uit proporties. Ik doe iets minder. Ik doe iets minder, ja. Die stukken moeten we er straks ook uitscheppen. Dat zie ik ook altijd bij je moeder. Ja, anders dan wordt dat helemaal zwart. Lijkt een beetje voor het hart. Deze is wel klaar, hè? Hard. Ja, komt ie. Nu komt ie goed. 1, 2. Boom, perfect. Ik snap er niks van. Probeer jij eens, Julie. Het gaat wel hard. Wacht, ik ga eerst die stukjes eruit scheppen. Ja. Ik snap er helemaal niks van. We doen wel ons best, maar goed. Kijk, er zitten allemaal stukjes in. Dat is helemaal niet kapot. Ja, maar dat losstukje. Dat is de navelstreng, schat. Ja, dat kan je toch ook niet zo doorhakken? Nee, niet met een spatel. Met je taai. Wacht. Nou, let's go, Julie. Kijk, dit ziet er goed uit. En dan komt hij boven. Nou, deze gaat wel goed, denk ik, hoor. Hey. Oké dan, deze ja. Zo. Nou, we zijn echt de oliebollen aan het bakken. Nog eentje erbij? Weet je wat denk ik ook helpt? Dat er geen sliertje aan de onderkant van de ding hangt. Daar gaan we nu achter komen. Zo. Nee. Nee. Als de smaak maar goed is, jongens, de vorm maakt niks uit. Dat is zeker waar. Zullen we Milan bellen of die straks een oliebol komt proeven? Ja, dat is goed. Kijk, zo ziet het eruit. Appelbignets. Ik ben echt benieuwd. Dat gaat hartstikke goed. Kijk eens. Ze zijn wel heel luchtig. Ja, dat was die eerste ook. Die eerste, toen hadden we nog niet die beslag gehoord. Ze zijn wel gekke oliebollen hoor. Zo makkelijk is het dus nog niet, hè? Nee, die balletjes is moeilijk hoor. Ja, echt apart. Kijk, dit is die met die hele lange sliert. Die ziet er heel gek uit. Oh ja. Mijn moeder doet altijd 2 lepels en jouw moeder dus ook? Ja. Nou, fantastisch. Want wij hebben niet zo, nee. Kijk, nee. Nee. Dus zie je, het is gewoon... Het is te waterig. Ja, te waterig. Want normaal gesproken doe je dit en dan kan je makkelijker eromheen draaien. En nu heb je gewoon 2 verschillende. We hadden minder bier erin moeten doen. Ja, ik heb of echt... Of meer bloem. Ja. Maar dat kan niet. Of minder melk. Ja. Maar ja, we... Of had het gewoon moeten kopen bij de tuincentrum. Nee, want dit is veel leuker. Dit is voor de ervaring. Ik vond het effect hiervan wel leuker. Ja, ik vind het wel leuk, maar ik denk dat het beslag gewoon net niet goed is. Je weet nog helemaal niet hoe het smaakt, hè? 100% net niet goed. Zo, dit was wel heel slordig. Al dat ding is weg. Die hield hem er maar boven druppelen. Moet je kijken, joh. Het is een hele wortel die je erin ziet van een boom. Dat is toch vet? Die mag jij hebben, ja? Vet, vet. Ja, dit is met krent. Oké. Okay. Rassijn, Zodana. Oké, okay, zo nog eentje. Maar weet je wat ik me wel afvraag? Weet je nog dat we een keer bij je moeder ook oliebollen hadden gehad dat de binnenkant nog helemaal beslag was? Stel je is dat nu ook? Ja, want ze hebben nog helemaal niet zo lang in het vet gedreven. Nee, dit is amateur. Amateur. Hallo, het is ook nog maar de eerste keer dat we dit doen, hè? Je mag gewoon leren van je fouten. Kijk, we weten nu gewoon voor de volgende keer. Schatje, jij wordt nu gefrustreerd, hè? Terwijl wij denken maar alleen maar dit van... Dit is wel gewoon leuk. Ja, dan gaat hij weer gewoon zo boos worden. Je moet wel gebruikt, hoor. Ja, ik ben wat dat betreft gewoon niet voor je voor gemaakt. Ik word te snel boos. Ik vind het... Ik wil maar jij wil echt zo'n perfect balletje. Dan denk je dat het meteen gaat lukken. Ja, maar, ik maak dit al niet om het te laten mislukken. Je ziet al dat het zacht is. Het water. Nou, dat zagen we op het begin nog niet. Nee, toen we dit doek eraf halen, dachten we dat we het perfecte beslag hadden. Ja. Oh, perfect! Wow. Nee, dat waren niet mijn woorden. Even terug een beetje graag. Deze is ook wel weer klaar, hè? Ja. Kijk, het lijkt wel alsof ze ronder worden hoe langer ze erin liggen. Komt-ie. Deze mooi, zeg. Ja, maar het gaat... Wat? Ik ben er klaar mee. Ongelooflijk. Ja, maar die is echt lelijk. Die is echt heel erg. Ik zal het jullie laten zien, dames en heren. Kijk wat ik zojuist heb gedaan. Kijk dan. Hè? Ja. Deze zijn wel klaar, hoor. Nou, oké, we hebben ons best gedaan. Toch, dames? Ik vind het leuk. We gaan zeker even proeven straks. Jij ook. Zeker weten. Ik wil er zo meteen gewoon eentje in mijn mond houden. Gewoon heel veel poedersuiker eroverheen. Nou, let's go. Dan kan je ook niet zien wat de vorm is. Ik denk dat ik nu wel mooi ga maken. Nou, let op, dames en heren, let op. Die is wel klaar, hoor. Maar die andere kan nog niet. Ik heb hem net omgedraaid. Oké. Okay. Maar leg maar hier neer. Nou, dan gaat Joelle met een mooie. Nou. Peace. Nou. Die is wel schattig. Lijkt net zo'n beestje zo met zoveel oortjes. Ja. Ja, die is wel leuk, ja. Nou, het is toch best mooi. Die is heb jij gemaakt, hè? Schat, deze. Dat zeg je alleen maar om goed te voelen. Nee, dat was echt. Bedankt voor je eerlijkheid. Die had ik ook gemaakt. Die heb jij gemaakt, ja. Ik weet niet precies wat dat is, inderdaad. Maar ik vind het wel leuk. Kijk wat het is. Ja, maar ik vind het mislukte...
Zal ik hem even omdraaien voor je? Ja, ik ben benieuwd hoe die aan de andere kant eruit ziet. Ik kan niet eens draaien. Nee. Een octopus. Wow, wat is dit? Oh, daar gaat Joelle met nog een hele mooie. Kijk, kijk. Oh, wat komt er allemaal uit? Ai, allemaal lijntjes. Naar boven. Ja, dat is wel een goeie hoor. Prachtig. Zijn ze niet gaar? Nee, en jij hebt niet geproefd. Dus als ik nu dood ga. Nee, nee, nee. Niet doen. Doe maar. Doe maar, Joelle. Gaar? Wat? Vol deeg. Proef je deeg. Kijk hoe het eruit ziet. Het is toch gewoon niet gaar. Heel klef nog. Wel gaarder dan die toen bij je moeder, want die waren echt gewoon beslag. Het is niet, ja. Het is het stro... Oh, hier is het nog vloeibaar. Kijk, hier is het gewoon vloeibaar nog. Het is niet zo nice. Oh, maar wel lekker hoor. Ja, het proeft wel lekker. Het smaakt wel echt goed. Misschien is die voor jou wel goed. Jij hebt een kleinere, een dunnere. Ja, dit is wel gewoon gaar. Nee, het is hier al niet gaar. Nog wel. Hier is het al nat. Schatje. Schat. Zeg niet. Nee, zie. Jawel. Nee. Dat zie je toch? Nee, het is gewoon deeg. Schat, dit is... Ja, het is oliebol van binnen. Dat klopt, nu heb je hem helemaal ontleed. Nee, dat is... Schatje, dat is niet zo. Het is niet gaar. Dit is niet gaar. Nee, daar zie je nog beslag zitten. Kijk dit dan, dames en heren. Is dat allemaal nog beslag? Maar ja, jij hebt nu nog niet eens geproefd. Ik heb toch een hap genomen? Kijk. Kuiken. Lekker. Smaak. Het randje is wel gaar, die is wel lekker. Volgende keer nog een keer proberen. En dan beter beslag. Ik vond het wel leuk. Ja, toch wel. Je hebt toch weer in de keuken gestaan, hè? Ja. Deze zijn wel altijd lekker. Ik zou Milan in ieder geval maar wel even afbellen, want dit is zielig. Ja, ik had Milan net gezegd, we hebben eigen oliebollen gemaakt, kom je proeven? Hij zei ja, maar ik bel wel af, helaas. Nou ja, komt gewoon door het beslag. Het lijkt net een kip die ik moet kluiven. Ja. Zo, alleen de buitenkant is gaar. Maar wij kunnen het is wel... wel lekker, ja. Ja, de smaak is goed. Ja. Maar dan stond het gewoon te hoog. Ja, ze moeten langer in zitten. Kijk, dit hoort er ook gewoon bij, hè mensen. Je kan ook gewoon een keer iets maken wat niet lekker is. Baal wel. Ja, ik had wel zin in een lekkere oliebol. We hadden toch eigenlijk als backup oliebollen van die kraam mee moeten nemen. Dat als deze niet lekker waren, dat we dan... Dat zeg jij, maar van wie mocht ik geen oliebollen van de kraam bouwen? Daarom zeg ik dat toch. Zo van, dat hadden we eigenlijk toch wel moeten doen. Dit is haar feedbackpuntje. Ja. Oh, maar dat wilde ik dus, maar dat mocht dus niet. Maar goed, maakt niet uit mensen. Soms mislukt het in het leven, maar we geven niet op. Weet je wel. Nee, we gaan de volgende keer gewoon weer proberen. Volgende Geef ons een tip. Ja. Minder melk, meer bloem of minder bier? Laat me weten. In de comments, hier. Lies. Je hoeft niet altijd mijn kusje op de mond te geven. Het mag ook. Ja, op mijn voorhoofd. Je hebt nog een beetje poetsuiker op je kin. Oh ja? Jij ook op je voorhoofd. Ja, ik ben bang voor jou. Ik ook weer met een film, dan gaat hij heel snel zo naar achter. Schatje. Niet doen. Ik pas bijna weer in mijn broek. Dat deed je vanmiddag ook, hè? Toen moest je niezen. Ja, dat is lastig. Niet vervelend, hè? Ja, dan gaat Maya weer gaan. Die vind ik echt naar. Ja. Twee dingen? Jij kon net in 3 seconden niet reageren. Twee dingen die ik zo naar vind. Hè. Dat is serieus. Als Maya me in mijn borsten gaat knijpen. Ja. Dan doet ze gewoon alsof ik boobies heb. Dan gaat ze zo knijpen in de titel. Dat vind ik echt heel verschrikkelijk. Ja. En eentje is dus hier. Ja. Dan gaat ze dus hier zo gaat ze de vinger in doen. Zo. Ja, maar zachtjes. Maar dat kriebelt eigenlijk. Ja. Want je gaat helemaal. Ja, klopt. Nou, niet leuk. Okay. Wat gaan we eten vanavond? Lallen. Of zal ik weer koken? Wil je dat? Nee. Nog wel hoor, gaan wij hier zitten kijken. Nee, dat is echt verschrikkelijk. Mag ik even wat weghalen? Je hebt nog steeds de poedersuiker op het kind. Zalm. I love you. I love you too. Gaan we zalm eten? Ja, lekker. Oké, gaan wij nu koken dan? Lekker zalmpje. Wij gaan lekker eten, dames en heren. Aardappeltjes, broccoli en een zalmpje. Het ziet er zoveel beter uit dan gisteren. Oh. Deze had je ook kunnen maken eigenlijk. Maar ja, jij wilde de gehaktballetjes. Dit was wel echt een makkelijke maaltijd. Mooi, je hebt me echt de moeilijkste laten koken. Komt goed. Ik ga lekker eten, dames en heren. Eet smakelijk. Joy. Dames en heren, wij willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog van vandaag. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen dus bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!